Ik ben er zeker klaar voor. Ik sta er helemaal klaar voor in die lege zaal met de voetjes tegen elkaar. Mary Poppins gaat de lucht in. Proberen twee kaarten te fixen die in het plafond hangen. En dan ga ik langzaam omhoog. Oh, ja hoor, daar ga ik. Kijk eens even. Mary Poppins zo de lucht in. Wat een prachtig uitzicht, jongens. Ik kijk gewoon echt uit over die hele zaal. Waar nu uiteraard nog helemaal niemand zit. Vanavond is hier gewoon weer een voorstelling. En ik ga langzaam richting die kaarten. Oh, dit wordt een eitje, jongens. Te hoog? Nee, ik kom er precies. Oh, precies daarnaast. Ja. Kijk eens even. Die kaarten zitten keurig vast aan de strikkie. En voilà! De kaartjes zijn binnen. Mary Poppins heeft de kaarten. En ik ga ze zo meteen natuurlijk weggeven aan twee luisteraars. Wat een schitterend uitzicht is dit, jongens. Ik heb alleen een klein knellend gevoel nu een beetje tussen de benen. Maar ik weet niet of Mary Poppins er ook iedere avond last van heeft. Het is goed dat ik er niet bij hoef te zingen. Want anders zou ik nu echt een beetje als Gerard Joling denk ik nu op de bodem staan. En ik sta weer beneden met de kaarten. Kijk eens in de handjes. Nou, normaal zou nu een daverend applaus volgen natuurlijk. Maar nu volgt er helemaal niks. Nou, dat is toch weer een beetje story of my life. Jongens, Jeroen, de kaarten zijn binnen. Ik zou zeggen, eitje deze opdracht.